En ik ben even benieuwd naar wat nou heeft gemaakt dat je dacht dat wij jullie hier mee zouden kunnen helpen. Ja, nou ik zat zelf in het visie, missie, werkgroepje, een groep. Mm-hmm. Met Lisette onder andere, met Jan, ik heb het ook even. En we kwamen er eigenlijk gedurende de tijd achter dat dat echt niet te doen was. Om met z'n drieën een missie of visie voor de hele groep te maken. Omdat je ook iedereen die er naar kijkt weer op een andere manier zegt, oh, maar misschien is dan dit ook wel goed. Dus je komt niet echt tot één ding uiteindelijk. Mm-hmm. En toen was Iris op een gegeven moment bij mijn moeder aan het koffie drinken. En toen dacht ik, dit is natuurlijk de uitgelezen kans om te vragen of ze het leuk zou vinden om hiermee te helpen met ons. Ik ken jullie nog niet zo goed, maar om gelijk het gesprek op de goede laag ook te gaan voeren, hebben we daar een heel aantal beelden neergelegd. En ik zou jullie willen vragen om een beeld uit te kiezen wat je aanspreekt. En vervolgens dus bij jezelf na te gaan van of een beeld te kiezen ook wat laat zien waarom jij bij deze woongroep wilt zijn. Dat er steeds meer nieuwe deuren open kunnen gaan naar inderdaad ook nieuwe avonturen en nieuwe mogelijkheden. En dat we zo steeds verder kunnen komen tot onze eigen ambities. Als we de handen ineens gaan, dat we dan best wel ver kunnen komen. Het idee ook als we met elkaar praten, dat we best wel het idee hebben van ja, kunnen we dat wel? Maar eigenlijk moeten we ons daarin onszelf, kunnen we best wel ook zelf wat serieuzer nemen ofzo. Dat vinden we zelf ook wel. In ieder geval wat een beetje duidelijk begint te worden, wat zich een beetje begint af te tekenen, is dat een van de dingen waar het jullie om gaat, is in ieder geval een basis van samen zijn, van verbinding, verbondenheid, liefde. Met respect voor elkaar, vertrouwen, eerlijk, oprechtheid. Dat is de basis van waaruit jullie eigenlijk vertrekken. En waar je verschillende kanten op kan. In ieder geval is daar van belang, die kant die je opgaat, dat je daar vrij in bent. En dat je allemaal je eigen autonomie daarin hebt. We hadden net tussendoor nog even het gesprekje van sommige mensen kiezen ervoor om hun creativiteit en inspiratie voor hun eigen dingen in te zetten. En anderen kiezen ervoor om wat jullie met elkaar hebben juist te delen met de anderen en de anderen bij te halen. Ik denk dat voor beide kan gelden dat dat met plezier ook een avontuur is. En waarbij je in ieder geval allemaal ook het belangrijk vindt dat iets met de natuur bezielt, waardevol. Met ambachten te maken heeft. En dat leidt tot balans en duurzaam geluk. En hier zit die veiligheid ook weer in. En daarom zei ik al van dat is eigenlijk weer terug naar hier. Want eigenlijk voeg je weer meer toe aan je basis op dat moment. Nou, dat is een beetje de lijn die zo zichtbaar begint te worden. We gaan kijken of we daar nog wat meer helderheid in kunnen krijgen door met werkwaarde aan de slag te gaan. Dat als mens vanuit liefde, vanuit respect het belangrijkste is wat we überhaupt kunnen doen, is ons ontwikkelen. En vanuit daaruit ook weer kunnen delen. Dus die hou ik altijd heen. En ons ontwikkelen en dat dan ook weer kunnen delen. Dus het heeft ook weer te maken met inspireren. Inspirator zijn, maar het is ook weer voeden. Snap je? Ja. Dus het, ja, zoiets. Ik denk dat ik het beste ben in dingen maken door ook de idee van anderen. Ik kom altijd op mijn beste producten en maaksels door eerst met iemand anders te kunnen hebben gespart en daar. Dus dat is ook wel een beetje het samen creëren. Ik denk dat dat echt een... En delen. Ja. Dat wil ik sowieso creëren en dat lukt me beter met jullie allemaal dan in mijn eentje. Co-creëren. Ja, co-creëren misschien wel. Dat is eigenlijk een hele goede toevoeging. Dat ik dat ervan maken. Maar dat is wel de essentie van jullie missie. Ja. Ja, dus jullie gaan samenwonen, dingen creëren, delen, elkaar voeden op een liefdevolle natuur, of op een liefdevolle manier, in overeenstemming met de natuur, open en eerlijk, met plezier, creatief, zodat jullie een duurzame balans kunnen creëren. Waarin je vrij bent en je kunt blijven ontwikkelen en geïnspireerd bent. Nou, oké. Okay, ja. Ja. Laatste nog. Tot zover onze bijdrage aan jullie missie.